Yo me gusta mucho estar aquí. Ik vind het echt fijn om hier te zijn. Estoy orgulloso de Holanda. Ik ben echt trots op Nederland. Y yo creo que lo mejor para este país está por venir. En ik geloof dat het beste voor dit land nog aankomt. Y alguien viene de México. Alguien que viene de México. Iemand die uit Mexico komt. Ja, un pequeño mexicano. Een kleine Mexicaanse man. En la tierra de los gigantes. In het land van de giganten. Pero cree que hemos sido llamados. Maar ik geloof dat we geroepen zijn. A transformar toda la nación. Om de hele natie te veranderen. Y a tocar todo el mundo. En het hele wereld te raken. Entonces bendiciones en el mejor idioma que hay en el mundo. God zegen jullie in het beste taal die er bestaat in de wereld. Very good. Hey, you did well. Now I did my Dutch voice. Ik ga weer op Nederlands verder, Engels. It's probably better here, bro. Otherwise, you know, I get. When God calls you to build something, wanneer God je roept om iets te bouwen, you can choose and look at your limitations. Kan je kiezen om ervoor te kijken naar alleen je limitaties, je beperkingen. You know, when God called us to lead the church in Tilburg, wanneer God ons geroepen had om de kerk in Tilburg te leiden, I could have looked at myself and thought, oh, I don't speak the language. Had ik naar mezelf kunnen kijken en kunnen denken, maar ik spreek heel de Nederlandse taal niet eens. I'm a small Mexican. Ik ben een kleine Mexicaan. You know, how am I going to do this? Hoe ga ik dit ooit doen? But I made a decision. Maar ik heb een keuze gemaakt. To trust God. Om God te vertrouwen. And know that He was going to do something in that city. En te weten dat Hij iets zou doen in die stad. So I'm very happy to say, if you look for what God can do. Dus ik ben blij om te zeggen dat als jij kijkt naar wat God wil doen. And don't look at your limitations. En niet kijk naar jouw beperkingen. Just wait and see what God can do with wacht you. En kijk wat God kan doen met jouw leven. So I'm so happy to be here. Dus ik ben blij om hier te zijn. You know, I want to show you my family. Ik wil je mijn familie laten zien. And a photo. Op een foto. I always say I'm like Charlie's, you know, there are Charlie's angels. Ik zeg altijd dat dit Charlie's engelen zijn. It's Fernando's angels. Die zijn het Fernando's engelen. You know, I have a blonde wife. Ik heb een blonde vrouw. A red hair daughter. Een roodharig dochtertje. And a brunette daughter. En een bruinharig meisje. So if you remember Charlie's angels. Dus als je Charlie's engelen kent. That's exactly what God gave me. Dat is precies wat God mij gegeven heeft. So for those that are young. Dus voor degenen die jong zijn hier. And you think you cannot get a beautiful wife. En dat je niet denkt dat je een mooie vrouw kan krijgen. Just look at me. Kijk naar hem. And look at the miracle that God does. En kijk naar het wonder dat God gegeven heeft. And you know, my wife, it's 180 tall. Mijn vrouw is 1,80 meter lang. So I always dream for bigger things. Dus ik droom altijd voor grotere dingen. And I want to encourage you. Dus ik wil je bemoedigen. Again, don't let your limitations. Laat niet je beperkingen. And the group that you're hanging out with. En de groep waar jij mee omgaat. Limit what you want to do in life. Limiteren wat jij gaat doen in je leven. Because you know you always go for the best. Want je moet altijd voor het beste gaan. And just let God do the rest. En laat God de rest doen. Hey, I want to, you know, tell you our church is going through an amazing season. Ik wil je vertellen dat onze kerk echt door een mooi systeem gaat. We have a couple of photos there. We hebben hier een paar mooie foto's. Vorige week. We had 260 people. Hadden we 260 mensen. In a room. In een ruimte. That only holds 200 people. Waar maar 200 mensen in mogen. So you know, as a pastor, you're like, where do I put the people now? Dus als een pastor denk je echt, waar ga ik al die mensen heen brengen? But I believe it's the fruit of what you, a lot of you did. Maar ik geloof dat dit het vrucht is wat veel van jullie hebben gebracht. Because I know many of you sow the seed of going there every 2 weeks. Want velen van jullie hebben zaad gebracht iedere zoveel weken. And you were faithful of building that church. En jullie waren trouw in het bouwen van het CLC Tilburg. And we're going to 2 services from September. Dus in september gaan we naar 2 diensten toe. So we're believing. Dus we geloven hierin. We are already the coolest church in the Netherlands because we are in a club. Wij zijn nu al de coolste kerk in Nederland omdat we in een clubgebouw zitten. But God is going to build the warmest, more Mexican look-alike Dutch church in the Netherlands. Maar God gaat een nog warmere Mexicaanse kerk bouwen in Nederland. So you're welcome to come anytime. Dus je bent welkom een keer te komen kijken. But it's always a pleasure to come and speak here. Maar het is altijd een eer om hier te mogen zijn om te spreken. You know, I want you to understand we have the most amazing senior pastors. Ik kan jullie vertellen dat
we echt de meest beste senior pastors hebben. You know, I know the Netherlands is not very much into honoring your leadership, honoring your whoever is in charge. Ik weet dat in Nederland zijn we niet echt van het eren van je leiders, van de mensen die boven je staan. But I can tell you, the kingdom of God is about honoring the ones that build something strong. Maar ik kan je vertellen dat het koninkrijk van God gaat echt om het eren van de mensen die boven jou staan. And we have to be thankful and amazed and not get familiar with the amazing pastors that we have. En we moeten daar echt dankbaar voor zijn. We moeten het niet voor lief nemen dat we zulke geweldige pastors hebben. Because we believe in a church that is going to make history in this country. Want wij geloven in een kerk die geschiedenis gaat schrijven in dit land. And the good news is that you are part of it. En het goede nieuws is dat jij hier deel van bent. So I love hearing all the young people here in the middle. Dus ik hou ervan van alle jonge mensen hier in het midden. Because these guys are going to be the next governors, the next presidents, the next, managers. Want deze mensen hier in het midden, dat zullen de volgende burgemeesters, presidenten, managers worden. That are going to transform this nation in arts and entertainment and innovation. Ze gaan deze wereld veranderen in de alle dingen die er zijn. So I believe this church, out of this church, is going to come, you know, the next influencer is going to come. De volgende influencers komen uit deze kerk. And it's going to make a difference around the world just because they're using what their gift are for God. En die gaan de wereld veranderen met hun gift van God. Because the church doesn't need to be in a room anymore. Want de kerk hoeft niet alleen in deze ruimte te zijn. We are called to be out there and making a difference wherever we are. We zijn geroepen om naar buiten te gaan en verschil te maken waar we ook zijn. So today I want to encourage you. Dus vandaag wil ik je bemoedigen. Let's move out of our comfort zone and let's move into God's comfort. Laten we uit onze eigen comfortabele zone gaan, maar in Gods comfortabele zone komen. And there's nothing better than go home tired but satisfied and knowing that someone else's life is changed. Er is niets beters dan thuis moe aankomen en denken van wauw, iemand anders leven is veranderd. Because comfort doesn't come from doing less. Want comfortabelheid komt niet van weinig doen. It's for doing what God has called us to do. Maar juist met het doen wat God ons geroepen heeft om te doen. So today I want to talk to you about something that is very important. Dus vandaag wil ik het met jullie hebben over iets wat heel belangrijk is. In fact, it's one of my favorite topics. Het is eigenlijk een van mijn leukste onderwerpen om over te praten. Because it's out of our comfort zone. Want het is uit onze comfortabele zone. I want to talk to you about generational thinking. Ik wil met jullie praten over generationaal denken. About how do you build a home generationally? Hoe bouw je een huis generaties lang? And what does that mean? En wat betekent dat? It means finances. Het betekent financiën. I know it's a very touchy thing here in the Netherlands. Ik weet dat het iets is dat ons snel raakt. When church talk about finances. Als de kerk praat over financiën. But I can tell you, the word of God speaks more than finances. Maar ik kan je vertellen dat het woord van God meer dan alleen financiën spreekt. Than about prayer. Of het spreekt meer over financiën dan over gebed. In fact, it speaks more about finances. Het spreekt meer over financiën than about salvation. Dan over redding. And I don't think it does, because finances is more important. Ik denk niet dat dat is omdat financiën belangrijker is. It is because God knew that finances would be a problem for us as humans. Het is zo omdat God al wist dat financiën een probleem voor ons zou zijn. Now I want to put into perspective what we are right now. Where are you sitting? Dus ik wil een perspectief brengen wie wij zijn en waar we nu zitten. I don't know if you're aware. Ik weet niet of je op de hoogte van but bent. But if your family income in your house. Als jouw familieinkomen in jouw huis. If your family income is above the 32,000 euros per year. Als je over de 32.000 euro per jaar verdient. You're on the top 1% of the world income earners all over the world. So you're top 1% richest people in the world. Dus als jij boven de 32.000 euro verdient in jouw huishouden, behoor je tot de 1% rijkste mensen in de wereld. So you know, you might come out of the church today. Dus misschien kom je wel naar buiten uit de kerk vandaag. And the best thing that you know. En het beste dat je weet. Is that you're rich. Dat je rijk bent. You can say I'm rich. Je kan zeggen ik ben rijk. And you know, that's amazing. En dat is echt geweldig. We live in a country that thanks by the grace of God, we've been blessed with financial blessing. We leven in een land dat gezegend is door God, gezegend in financiën. But poverty doesn't, it exists, but it doesn't, extreme poverty, you don't see it on the street. Weet je, hele erge armoede bestaat, maar we zien het niet hier op straat. We don't go out of the street and see some child asking for food. We lopen hier niet de straat op en dan zien we een klein kind vragen om eten. Or we don't drive our cars, two blocks and we see all these poverty houses crumbling and no pavement on the roads. We rijden niet twee straten en dan zien we al die kleine huisjes aan het afbrokkelen aan de zijkant van de weg. But I want to challenge you today, church.
Maar ik wil je uitdagen vandaag, kerk. To understand that this financial blessing, dat deze financiële zegen, is not meant for our consumption. Niet alleen voor ons eigen gemak is gemaakt. It's actually meant to be a blessing for others. Het is juist er om de zegen voor anderen te mogen zijn. To show God's heart through our giving and generosity. Dat we Gods hart mogen laten zien door onze generositeit. And there's two options that I can look at. Er zijn hier twee opties waar we naar kunnen kijken. As a Dutch person, I can think, oh, but you know, I work hard, therefore I can give, or I can just enjoy what I have. Dus als een Nederlander, ik werk heel hard, dus ik mag ervan genieten van hetgene wat ik heb. Or I can think, hey, I work hard, so I can make more finances. Dus of optie 2, ik werk hard en dus ik maak meer financiën. So I can bless more people around me. Zodat ik meer mensen om me heen kan zegenen. And around the world. En over heel de wereld. So for me, it's for us as church, it's very important to understand that we are blessed abundantly. Dus voor ons is het goed om te beseffen dat wij gezegend zijn ver bovenuit. But you know what the sad thing is? Weet je wat het zielig is eigenlijk? It's been proven. Het is bewezen dat. That in the developed world. Dat in de ontwikkelende landen. The richest countries in the world. De ontwikkelde landen al, de rijkste landen in de wereld. Over 75% of the people worry about money. 75% van de mensen zich zorgen maken over geld. The biggest reason for divorces in relationships. De grootste redenen voor scheidingen in relaties. It's not infidelity. Het is niet vreemdgaan. It's not that everything broke down. Het is niet dat alles neergestort is. It's finances. Het is financiën. And we live in a world that we think, oh, we have everything. We leven in een wereld waarvan we denken we hebben alles. But we're going to learn today how if we don't apply the biblical principles, we actually don't have anything. Maar we gaan vandaag leren dat als we niet de Bijbelse principes toepassen, dat we eigenlijk helemaal niets hebben. So today I want to talk to you really quick about finance. Dus ik wil het vandaag met jullie hebben over financiën. What are the biblical principles on finance today? Wat zijn de Bijbelse principes over financiën vandaag? So we go in Timothy 6 and 6. Timotheus 6 vers 6. I'll just read really quick. You can see the translation behind me. Ja, de vertaling staat op het scherm. Yet true godliness with contentment is itself great wealth. After all, we brought nothing with us. And when we came to the world, and we can take anything with us when we leave it. But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge into their ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. You know what is interesting? Weet je wat interessant is? A lot of people think that poverty is sanctified. Veel mensen zeggen dat armoede normaal is. Because many misinterpret that say, oh, but money is the root of all evil. We zeggen vaak dat geld het probleem is, of de oorsprong van het probleem. But what the word of God is saying is the love of money is root of all evil. Maar in de Bijbel staat dat de liefde voor geld juist de wortel is van alle problemen. It's not having a lot of wealth that is the problem. Het is niet dat je veel rijkdom hebt dat het probleem is. It's how attached and how trusted you are in your wealth that is the problem. Het is juist hoe vertrouwd je ermee zit en hoe je daaraan vastzit, wat het probleem is. So today I want to share with you a few points of what I believe are very strong about finances and how we should live our lives. Dus ik wil vandaag een paar punten delen over financiën en hoe we ermee om zouden moeten gaan. The first principle that we need to get. Het eerste principe dat we moeten snappen is. Is God is the owner of everything. God is de eigenaar van alles. We just need to be thankful and happy with what we have now. We moeten dankbaar en gelukkig zijn met wat we op dit moment hebben. We've been told a lie. We zijn een leugen verteld. That you own everything. Dat wij alles hebben. You should buy the latest car. Je moet de nieuwste auto kopen. And the bigger house. En de grotere huis. And find a better toy. En een beter speeltje vinden. And that's gonna make you happy. En dat gaat jou blij maken. But that's not true. Maar dat is niet waar. You know that it's a lot more happy to be able to spend or invest 1,000 euros in someone else's need. We worden veel blijer ervan als we 1,000 euro kunnen geven aan iemand anders nodig. Than invest 1,000 euros. In a brand new phone. Dan dat ze 1,000 euro in een nieuwe telefoon voor onszelf. Because your new phone might make you happy for a couple of months. Want die nieuwe telefoon maakt jou misschien blij voor een aantal maanden. But after that, you're gonna see that your new phone is not new anymore. Maar na dat zie je dat je nieuwe telefoon niet meer nieuw is. And someone has a newer version.
En iemand anders heeft een nieuwere telefoon. And then you're sad because you're not cool anymore. En dan ben je juist verdrietig omdat jij niet meer de coolste bent. But if you give that to someone they need. Maar als jij die 1000 euro geeft aan iemand in nood. You're gonna see that life transform. Dan zie je dat leven veranderen. And you're gonna see a whole generation being transformed out of that investment that you did. En dan zie je een hele generatie veranderen uit die investering die jij hebt gemaakt. So I wanna really encourage you. Dus ik wil je bemoedigen vandaag. Let's be a church that thinks generationally. Laten we een kerk zijn die generaties overdenkt. It's not about my satisfaction now. Het gaat niet om mijn gevoel nu. But it's about someone else's satisfaction for many generations. Maar het gaat over iemand anders welzijn voor een lange periode. Because the Bible says very clearly. Want de Bijbel zegt heel duidelijk. You know, after all, we have nothing at the beginning. We hadden niets aan het begin. And we are gonna live with nothing. En we gaan ook weer weg met I have iets. Never seen a funeral. Ik heb nog nooit een begrafenis gezien. Where there's God, there goes the body. Waar het eerst het lichaam naar beneden gaat. And behind it goes the Ferrari. En daarna gaat de Ferrari. And then after that the big house. En daarna het grote huis dat and ze all hebben. The jewelry. En alle juwelen die ze hebben. You don't see that. Dat zie je niet. You see lives going down. Je ziet een leven naar beneden gaan. And the only reflection of what you did in life. En het enige wat jij dan gedaan hebt in het leven. Is the impact of people that you have touched. Hetgene wat overblijft is alle impact die jij hebt gemaakt so in de mensen. So I want to encourage you. Let's understand that God is the owner of our money. Dus laten we ervan uitgaan dat God het de eigenaar is van and ons we're geld. Just there to take care of it. En dat wij er gewoon zijn om er goed mee om te gaan. To be stewards of what we have. Dat we erfgenamen of mensen mogen zijn die er goed mee omgaan. So it's a cool principle when we understand God is not my money. And it's your money. Dat we een principe mogen hebben dat we mogen weten dat het Gods geld is en niet ons geld. Therefore I'm gonna be happy when I have a lot. Dus ik zal blij zijn als ik veel heb. But I'm gonna be happy when I don't have a lot. Maar ik ga ook blij zijn als ik niet veel heb. In fact, one of our favorite verses, I can do all things through Christ. Een van de leukste versen, mooiste versen. I don't know if you're aware. Ik weet niet of je hiervan bewust bent. But it's actually a financial verse. Maar het is een financieel vers. It's actually in the context of I used to have a lot. Het is in de context van ik had vroeger veel. I used to have a little. Ik had een klein beetje. But it doesn't matter. Maar het maakt niet uit. But I can do all things through Christ who gives me strength. Want ik kan alles door Christus doen die mij de kracht geeft. So the first thing we need to understand, God is the owner of everything. Dus het eerste dat we moeten weten is dat God de eigenaar is van alles. The second thing. Het tweede principe. Don't trust in your wealth. Vertrouw niet op je rijkdom. But trust in the wealth provider. Vertrouw op diegene waar je rijkdom vandaan komt. It's very interesting in 1 Timothy 6:17. In 1 Timotheus 6 vers 17. One of my favorite verses. Een van mijn leukste versen, mooiste versen. It says, teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Their trust should be in God who richly gives us all the need, all what we need for our enjoyment. How cool is that that we have a God that wants us to enjoy life? Hoe cool is het dat wij een God hebben die wil dat wij van ons leven genieten? But you know we can live in a generation. Weet je, we kunnen leven in een generatie. Where we trust more in our wealth. Waar we meer in onze eigen financiën vertrouwen. And I know, you know, in the Netherlands. Ik weet in Nederland. There's insurance for everything. Dan is er een verzekering voor echt alles. There's an insurance for an insurance. Er is een verzekering voor een verzekering. I'm insured so that I can insure more of what I'm insured. Ik kan me verzekeren zodat ik meer kan verzekeren. And we have changed the mindset. We hebben de gedachte veranderd. To trust more in our financial system. Om meer te vertrouwen in ons financiële systeem. Than in the God that provides that finances. Dan in de God die al die financiën voorziet. And you saw a couple of years ago. En je zag een paar jaar geleden. What happened with all the finances? Wat gebeurde er met alle financiën? Everything in one day gone. Alles in één dag weg. And my question is today. En mijn vraag vandaag de dag is. Are we trusting our finances? Vertrouwen wij onze financiën? And what we have saved? En wat we op onze bankrekening hebben staan? Are we trusting the one that provides the finances? Of vertrouwen we diegene die al die financiën ons heeft gegeven? So that we can live a bigger life. Zodat we een groter leven kunnen leven. And I'm not saying that you should not have insurance. Ik zeg niet dat je geen verzekeringen moet hebben. Not at all. Helemaal niet. I think you should be wise with money because we are the stewards of money. En ik geloof dat je echt wijs met geld moet zijn, want wij zijn de rentmeesters van het geld. But what I'm saying is let's stop trusting in money. Maar ik wil zeggen, stop met het vertrouwen in geld. And start trusting in the one that created money. En start met het vertrouwen in degene die geld gemaakt heeft. Because there's a world out there. Want er is een wereld daarbuiten. That wants us to make a difference. Dat wil dat wij een verschil gaan maken. Also with our finances. Ook met onze financiën. There's not enough in the world. You know, there's a lot of need and there's more than enough.
There's more than enough resources to pay for everyone's need. Weet je, in het wereld totaal is er genoeg middelen om alle noden op te lossen. I don't know if you understand, but there's three people, the three of the biggest richest people in the world. De drie rijkste mensen op de wereld. Have enough finances. Hebben genoeg financiën. To eliminate hunger and poverty for everyone in the world. Die hongersnood en armoede over heel de wereld kunnen oplossen. It's not a lack of money. Het is niet een te weinig geld. It's a lack of will. Het is te weinig wil hebben om dit op te lossen. So we need people. We hebben mensen nodig. That actually say, hey, I'm making more money. Die zeggen, hey, ik maak meer geld. So I can invest in the kingdom. Dus ik kan meer investeren in het koninkrijk. So I can create incubators of business. Dus ik kan weer mensen opbouwen die businessen gaan starten. So that single mom that needs help and support. Die ene man die support nodig heeft. I want to give them the money to her so that she can develop her business. Ik wil die persoon geld geven zodat die zijn of haar business kan starten. I want to bless that student that needs finances right now. Ik wil die ene student helpen. Die financiën nodig heeft. So that they know that there's a God that is taking care of them. Zodat zij ook weten dat er een God is die voor hun zorgt. You know that God takes care of you financially through what you do? Weet je, God zorgt voor jou financieel voor hetgene wat jij doet. It's not through the government, it's not through financial systems. Het is niet door de overheid of de financiële systemen. It's through community. Het is door de gemeenschap that that happens. Dat gebeurt. The third point. Het derde punt. It's money is for an enjoyment, but above all it's for serving others. Geld is er voor jouw pleziertjes, maar bovenal om anderen te kunnen helpen. I love that what it says here. The trust should be in God, which richly gives us all that we need for our enjoyment. Weet je, ik vind het vet dat hier staat, weet je, onze vertrouwen moet in God zijn. But niet tell them to use their money to do good. En er staat ook, besteed je geld om het goede te doen. They should be rich in good works. Ze moeten rijk zijn in goede werken. And generous in that you need. En genereus naar degene die het nodig heeft. And always be ready to serve others. En altijd gereed zijn om anderen te dienen. God does not want us to be poor. God wil niet dat we arm zijn. That's a lie. Dat is een leugen. God wants us to be blessed so that we can bless others more. God wil dat we gezegend zijn zodat we anderen nog meer kunnen zegenen. He wants us to generate a community where we can grow financially too, so we can develop other people. Hij wil dat we een gemeenschap maken waar we anderen kunnen zegenen zodat iedereen groeit. And imagine if we create an environment where other people are blessed, that they come here and they go like, wow, this place has transformed my life. Zie het voor je in een plek waar andere mensen komen en die worden ook weer gezegend en ze stappen naar buiten en zeggen, wow, deze plek zegent mensen. You know, I was in need when I came in. Weet je, toen ik hier vroeger naar binnen kwam, ik was in nood. But there was someone. Maar er was één iemand. That believed in me. Die in mij geloofde. That invested in me. Ze hebben in mij geïnvesteerd. And now because now I got out of that. En nu ben ik daaruit. I can bless others. Kan ik weer anderen zegenen. I can pass to the next generation. Ik kan het doorgeven aan de volgende generatie. Because I'm telling you, our generation. Want ik vertel je, onze generatie is long gone. Is al lang klaar. But the new generation. Maar de nieuwe generatie. The kids, the young kids that are here in the middle. Kinderen, de jongere mensen hier in het midden. Those are the ones that need all the knowledge and the support from us. Die hebben alle wijsheid en support van ons nodig. To make a difference in this world. Om een verschil te kunnen maken in deze wereld. And we're only gonna do it when we turn around in our mindset. En we kunnen dat alleen doen als we onze mind, onze gedachten veranderen. When God wants us to enjoy, but also to bless others. Als God ons wil dat we kunnen genieten, maar ook anderen kunnen zegenen. The fourth thing. Het vierde principe. It's wealth was designed so that we can build generations and experience through life. Het principe van rijkdom is ontworpen zodat we kunnen bouwen aan generaties en het echte leven zullen ervaren. I love what it says. By doing this, they will be strong, storing up their treasures and a good foundation for the future, so that they may experience true life. En in de Bijbel staat soort van dat zij het financiën opbouwen voor de volgende generatie, zodat zij het leuke, goede leven kunnen hebben. You know, I love speaking with this with a lot of Dutch people, because sometimes they think, oh, I want to go, and when I go in retirement, I want to use all my money. Ik spreek vaak soms met Nederlandse mensen die zeggen, ja, als ik dan met pensioen ga, dan ga ik al mijn geld gebruiken. And you know, I work hard for it, so therefore I'm going to spend it all. Dus ik heb er hard voor gewerkt, dus ik mag het ook gebruiken. So I'm gonna buy the latest caravan because it's Dutch. Dus ik ga een nieuwe caravan kopen, want dat is Nederlands. You know, and a super bike because
because I'm old. En zo'n elektronische fiets, want ik ben oud. And I'm gonna just spend everything because it's me. I work hard for it. Ik ga gewoon alles uitgeven voor mezelf, want ik heb er ook hard voor gewerkt. But imagine if we actually think like the Bible and said, I'm gonna invest as much as I can in my next generation. Maar kijk, stel eens voor als je net zoals de Bijbel denkt en denkt, ik ga zoveel investeren in de volgende generatie. And I'm gonna live a good life, but I'm gonna also leave someone else's the desire and the ability to step up on my shoulders. Ja, ik ga een goed leven hebben, maar ik ga ook iemand anders de mogelijkheid geven om ook weer and the impact that I have in my life is gonna duplicate because someone else, instead of starting from nothing, it starts from what I work hard to get. En dan dupliceer ik eigenlijk iets, want ik geef iemand de mogelijkheid om niet vanaf niets te beginnen, maar juist vanaf waar ik ben geëindigd te beginnen. You know, there's a story in a historical person, the guy that invented the Colgate, the toothpaste. Er is een verhaal over iemand die tandpastamerk Colgate is binnengekomen. He had a dream. Hij had een droom. That one day dat he would live with only 10% of his income. Dat hij op een gegeven moment zou leven met maar 10% van zijn totale inkomen. And be able to give 90% of what he made. Dat hij 90% van wat hij maakte weg zou kunnen geven. Now you could think, oh poor guy, he lived on a spaghetti and rice every day like a student. Dan kan je denken van, oh, zo'n arme iemand die leeft op studentenmaaltijden als spaghetti. But that's the wrong mindset. Maar dat is de verkeerde gedachte. He still had the nice toys. Hij had nog steeds al die mooie spullen. But he believed in a God that was increasing and giving him more wisdom. Maar hij geloofde in een God die steeds vergroten. To make his life bigger. Die zijn leven groter zou maken. So he was able to give everything away. Zodat hij alles weg zou kunnen geven. So that he can live for others. Zodat hij zou kunnen leven voor anderen. And generations were changed and transformed. En generaties zijn vervangen en veranderd. Because someone else was looking after people. Want iemand anders die keek om naar deze mensen. Another story. Een ander verhaal. The creator of Guinness. De maker van Guinness. You know, Guinness, I don't know if you know. Ik weet niet of je Guinness kent. But Guinness is a gift from God. Maar Guinness is een gift van God. Yes, I know, for those that like beer. This is very important. No, but the creator of Guinness, saw that there was a big problem with poverty and death because of problems in the water. Maar Guinness zag, de eigenaar van Guinness, de maker van Guinness, zag dat er een probleem was met het water, waar er veel mensen dood zouden gaan. So he actually created this drink. Dus hij had dit drankje gemaakt. So that people did stop from dying from these problems in the water. Dat mensen zouden stoppen met doodgaan. But the amazing thing, he saw God and he said, I'm gonna bless you through what you're doing. Maar het mooie was dat hij God zag en dat hij dacht van, ik ga die mensen zegenen door wat ik doe. So he created this company hundreds of years ago. Dus hij heeft dit Guinness gestart honderden jaren geleden. And he started thinking on how can I bless my people. Dus hij begon te denken over hoe kan ik mijn mensen om me heen zegenen. So they started creating the best systems in their work environment. Dus ze begonnen de mooiste systemen in hun werk. In fact, the first corporate relationship when it comes to sustainability was from Guinness. De eerste corporate systemen die zichzelf duurzaamheid waren bij Guinness. Sorry, that's a very complex word. I know, but you know, someone that understood that it was a blessing for him to have more, so that he can share it with other, with his workers. Het was iemand die doorhad dat hij een zegen kon zijn voor de mensen die voor hem werkten, zijn werknemers. And when people got sick, he would pay for the bill. Dus als mensen uit zijn bedrijf ziek werden, betaalde hij hun kosten. And when people had a baby, he actually paid for people to go and enjoy the baby. En als mensen dan een baby kregen die bij hem werkte, dan betaalde hij zodat ze mochten genieten van hun baby. For us that sounds normal. Voor ons ziet dat er misschien normaal uit. But it required one person. Maar het was één iemand. At that time to think different. Die op dat moment anders dacht. To say I'm gonna start this for the sake of my people. Ik ga het beginnen voor mijn mensen. And transform a whole world environment. En de hele wereld veranderde. In a social responsibility program. In dit programma. So I can tell you today. Dus ik kan je vandaag de dag vertellen. I want to encourage you to start thinking about finances in a different way. Ik wil je bemoedigen om op een andere manier te denken over financiën vandaag yes, de dag. Yes, we live in a wealthy country. Ja, we leven in een rijk land. But it's not for us just to enjoy. Maar het is niet alleen voor ons om van te genieten. It's for us to bless others. Het is juist voor ons om anderen te zegenen. And I can tell you my life. En ik kan je vertellen mijn leven. Anytime that I invest in someone else's life. Elke keer als ik iemand anders leven zegen. The principle of God.
De zegen van God. Is that blessing comes to my life. Dat zegen weer terugkomt ook op mijn leven. And it's a miracle how it works. Het is een wonder hoe het werkt. But it is when we trust in God. Maar het is als wij vertrouwen op God. That we move forward from where we had in comfort. Dat we vooruit bewegen uit onze eigen zone, comfortzone. And we move into what God's supernatural power is. En dan bewegen in Gods supernatuurlijke kracht en plek. That we will see transformation in our lives. Dat we verandering in ons eigen leven zullen zien. So really quick practical financial principles. Dus even snel de praktische financiële principes. The first thing that the Bible says is to give 10%. Het eerste principe uit de Bijbel is geef 10%. Now a lot of people say like, oh, you know, that thing of tithing is a very old thing. Vele mensen zullen misschien zeggen, ja, dat tiende geven, dat is maar heel oud. But I can tell you, if the richest people in the world, that even they're not even Christian. Maar ik kan je vertellen dat zelfs de rijkste mensen in deze wereld die niet christen zijn. They actually know and practice that principle. Die geven ook, die kennen dit principe en die doen het ook. When you read books of the richest people in the world. Als jij boeken leest van de rijkste mensen in deze wereld. Every single one of them says you have to give back to at least 10% so that you can multiply your wealth. Die zeggen dat jij in ieder geval 10% terug moet geven, zodat jij jouw waarde kan vergroten. Because my friends, it's not a law. Want mijn vrienden, het is niet een wet. It's actually a principle of life. Het is een principe van leven. You bless someone. Jij zegent iemand. You will be blessed. Jij zal gezegend worden. So give 10%. Dus geef 10%. And if you can't because the situation is hard. En als jij dat niet zou kunnen omdat misschien je situatie moeilijk is. Start trusting God with a little. Begin met God te vertrouwen met een klein start beetje. Start with 1%. Begin dan misschien met 1%. And 2%. Of 2%. And just like this guy from Colgate, live until you die with 10% of your life and 90% of giving. En begin dan zo net zoals die gast van Colgate. Because soort van helemaal te leven naar 90% geven en 10% houden. Because God wants us to turn around. Want God wil dat we omdraaien. And look behind. En achter ons kijken. And not look at the Ferrari. En niet kijken naar die Ferrari. But look at thousands of people that have been impacted for what we've done. Dat we zien duizenden mensen levens veranderd door hetgeen dat wij gedaan hebben. The next principle. Het volgende principe. Save at least 10%. Spaar 10% minstens. There is a situation of financial stress in this country. In dit land is er een situatie van financiële stress. A lot of the people in this room will, if they would stop working, will not have enough to pay for 1 month. Veel mensen, ook in deze zaal, zullen als ze stoppen met werken niet eens 1 maand verder kunnen komen. So the principle of stewardship is to say, just save something so that when emergencies come. Dus het principe van een rentmeester zijn is spaar een beetje voor als noodsituaties komen. You are ready for it. Dan als ze komen die noodsituaties, dan ben je er klaar voor. And the best thing is. En het beste is. The rest 80%. De andere 80%. You can choose to do whatever you want with it. Kun je mee kiezen wat je ermee wilt doen. You can invest it. Je kan het investeren. You can find the prettiest girl. Je kan het mooiste meisje vinden. And invite her for the most expensive dinner in the city. En haar uitnodigen voor het best mooie diner in de stad. Or you can buy a new set of clothes. Je kan een nieuwe set kleren kopen. So that the guy that you like. Dat die ene jongen die jij leuk vindt. It feels more attracted to you. Jou nog meer aantrekkelijk voelt naar jou toe. You can do that if you want to. Je kan dat doen als je dat wil. But we are here to enjoy life. We zijn hier om van het leven te genieten. But also to expand our impact. Maar ook om onze impact te vergroten. So as the music comes. Dus als het muziek begint met spelen. I want to tell you something. Dan wil ik je wat vertellen. We need to transform the way we think about finances. We moeten onze gedachten over financiën veranderen. We've been called to make a difference in generations. We zijn geroepen om een verandering te maken in generaties. This building that you see. Dit gebouw dat je hier ziet. Was built by someone that thought generationally. Er was door iemand gebouwd die dacht over generaties. These people thought, I'm going to build this church so that someone else can enjoy it. Iemand dacht, hey, ik ga deze kerk bouwen zodat iemand anders ervan kan genieten. But somewhere in our world, it got lost. Maar ergens in de tijd is het verloren geraakt. And we started thinking, oh, it's my money, so I'm not going to give it. Dus weet je, dat begon met denken van, hey, het is mijn geld, dus ik ga het houden. I'm not going to transfer it to someone
anyone else. Ik ga het niet aan iemand anders geven. But I can tell you, there's way more blessings and happiness when you transfer it to someone else. Maar ik kan je vertellen dat het veel meer plezier en verrijking geeft in je leven als jij het aan anderen geeft. Because just like the church in Tilburg. Want net als de kerk in Tilburg. Someday someone put an investment. Had op een dag iemand geïnvesteerd. And just in this year. En alleen dit jaar al. More than 41 people have come to Christ in that building. Zijn er meer dan 41 mensen bij God gekomen. So when you come to church, you can think, oh yeah, I'm just going to church. En dus als jij denkt, je gaat hier naar de kerk, dan kan je gewoon denken, oh, ik ga maar naar de kerk. But the day you die. Maar de dag dat jij zal sterven. When you show up to heaven. Als jij dan bij de hemel aankomt. I wish you want to say, you want to show you the memory of your life. Dan en je ziet alles van je leven. And all of a sudden, the people that you impacted are going to show. En dat je alle mensen jij, waar jij een impact voor hebt gemaakt, dat je ze allemaal te zien krijgt. And there's gonna be people that you didn't even know they were existing. En dan zie je mensen die je zelfs niet eens wist dat ze bestonden. And I love being in a church that thinks about the Philippines and other countries. En ik ben blij dat ik denk goed over kerken die denken ook aan andere landen. Because there's people that we don't even know. Want dat zijn mensen die we niet eens kennen. But they're recorded in the book when you come to your life end and the reward is gonna be there. Maar ze staan wel geschreven in het boek voor als jij in de hemel komt. Omdat jij hun leven hebt veranderd. So I just want to invite you. Dus ik wil je uitnodigen. Let's be people. Laten we mensen zijn. That trust in the creator of wealth. Die vertrouwen in de maker van al het geld. And not on the wealth by itself. En niet op het geld zelf. So if we can close our eyes. Dus als we onze ogen kunnen sluiten. I want to ask today. Wil ik je vandaag de dag vragen. Maybe you are one of the ones that we were talking where you're going through a tough situation. Misschien ben je wel een van die mensen die door een moeilijke situatie gaat. Or maybe you are under financial stress. Of misschien ben je wel onder financiële stress. You bought too many toys. Je hebt misschien wel te veel dingen gekocht. And now you have no way to pay for them. Dus nu heb je geen weg meer om ervoor te betalen. Or maybe your relationship is in stress because of a situation financial. Of misschien is je relatie in stress door financiële zaken. So today I want to ask you. Dus vandaag de dag wil ik je vragen. If you are here. Als je hier bent. If you're going through that season. En je gaat door dat systeem heen. If you can lift up your hand. Dat je handen kan opsteken. Right now. Op dit moment. Thank you. Dank je. Thank you. Dank je. I want to pray for you. Ik wil voor je bidden. Father, I thank you for these beautiful people. Vader, dank u wel voor al deze mooie mensen. I thank you because I know that you are the God of finances. Ik dank u want ik weet dat u de God van financiën bent. And I pray right now supernatural blessing in Jesus' name. En ik bid nu voor supernatuurlijke krachten en wonderen in Jezus' naam. I pray for everyone in this church. Ik bid voor iedereen in deze kerk. That will get a revelation of what is the generation transformational thinking. Dat er een opwekking en een verandering mag zijn in hun denken. That God is going to bless my life because I'm blessing others. Dat God mijn leven zal zegenen omdat ik anderen zegen. And I thank you for the new generation. En ik dank u voor de nieuwe generatie. Because they're gonna take over the nation and the world. Want zij gaan de volgende natie in de wereld overnemen. With the message of salvation and hope. Met de boodschap van redding en hoop. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen.